Mona Keijzer, lid van het CDA, Tweede Kamer. Ik ben zo ontzettend benieuwd naar jouw zorgdroom. Ja, nou, zorg begint met aandacht. En het wordt de hoogste tijd dat mensen die in de zorg werken daar weer voldoende ruimte voor hebben. Als je mensen die in de zorg spreekt, de mensen die in de zorg werken spreekt, is het echt de gemene delen dat ze gek worden van de regels, de computerprogramma's en de afvinklijsten. Dus mijn droom voor de toekomst is dat mensen die in de zorg werken weer tijd hebben om samen met de patiënten en cliënten te gaan zitten, te praten en zo dat ze daar op die manier ook weer plezier in hun werk krijgen. Dat is wel een duidelijke quote aan de nieuwe minister van VWS. Begin je weer. Dankjewel voor dit interview. Alsjeblieft. Ja?